super, ja. We staan hier in Genemuiden aan de Sierzaalstraat bij een zeer grote brand, grip 1. Wat is hier precies aan de hand? Dat klopt, vanavond net na 9 uur kwam er een melding binnen bij de brandweer van een forse buitenbrand hier aan de Sierzaalstraat. Die brand is vrij snel opgeschaald naar middelbrand, grote brand en vervolgens inderdaad zeer grote brand. En ook grip 1. Dat had ermee te maken dat er een forse rookontwikkeling was. En er was ook mogelijk overslag naar het bedrijfspand. De brand is buiten? De brand is inderdaad buiten op het terrein. De brandweer die heeft de brand ook omsingeld met 4 eenheden. En de brand wordt ook van bovenaf bestreden met een hoogwerker. Waar staat er precies in de brand? Ja, het is een hele grote bult met tapijtresten. Die bult die is ongeveer 25 bij 10 meter in omvang en ongeveer 6 tot 8 meter hoog. Hoe staat het met brandmeester? Is het al gegeven of nog niet? Nee, het is nog geen brandmeester. De rook is wel fors afgenomen. De brandweer die doet ook metingen in het benedenwindse gebied, daar waar de rook naartoe gaat. En daar is de brandweer op dit moment ook mee bezig. De rook, gaat die over bebouwde gebieden? Nee, de rook die trekt hier over het industrieterrein nog een deel en gaat richting Zwartsluis. Dat zijn voornamelijk weilanden. En nogmaals, de brandweer die doet metingen. We geven daarbij wel ook het standaardadvies, dat hebben we ook al gegeven via Twitter, om ramen en deuren te sluiten indien men overlast ervaart van deze rook. Gevaarlijke stoffen komen er altijd vrij, maar in dit geval nog specifieke? Ja, gevaarlijke stoffen komen er inderdaad altijd vrij bij rook. En in dit geval is er geen indicatie dat er nog andere gevaarlijke stoffen zitten bij deze brand. Het zijn inderdaad tapijtresten. Kun je enige inschatting maken hoeveel brandweermensen er op het ogenblik hier actief bezig zijn? Ja, we hebben zeer grote branden, dus dat betekent 4 basiseenheden, tankautospuiten zijn dat. Er is een hoogwerker ingezet, meerdere tankwagens en ondersteunend personeel. Oké, verder nog bijzonderheden? Geen bijzonderheden, er zijn ook geen gewonden gevallen gelukkig. Nogmaals, de rook wordt fors minder. Maar als er mensen zijn die overlast ervaren, dan adviseren wij om de ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Het geval zit er wel, dus kijk uit. Man zit een eigenlijk op een korfje.